Jut en Jul zijn even aan het eten, jongens, vrienden. Ja, ja, jas aan. Ja, die jas aan gewoon, want het is toch wel een beetje fris in Spanje. Nu even, ja, één dag. Kijk, en daar zit Jut. Ja, die zit er lekker te eten, kijk. Maar dat is, kijk, je moet kijken wat ze heeft. Kijk even goed op de bordje. Zie je dat? Dat is een of andere chocoladedingetje of zo, weet je wel. Nee, kijk, en ik had tegen die ober gezegd. Ik zeg, ober, neem nou gewoon, geef haar nou gewoon lekker die chocolade. Hè? Dat heb ik gezegd, hè? Ja. Ja, kijk, ja. En, maar ja, wat krijg je dan? Dan krijg ik gewoon... Ik krijg gewoon op mijn flikker, ik krijg gewoon op mijn lazen. Ja, ik kan hier niet zo hard praten, dus er is wel. Je moet aan de lijn denken. Ja, dan moet je aan de lijn denken, roept ze dat. Dus dan zegt ze tegen mij. Ja. Dat ik het niet wil. Ja, dat ik... Maar intussen, kijk, moet je opletten, kijk, het is al minder geworden. Intussen zit ze gewoon, ja. Op te eten. Het is gewoon door te smikkelen. Ja, het is zo lekker. Het is zo lekker. Het is zo lekker. Maar ik krijg gewoon op mijn lazen. Dat is dat. Ja, hier. Maar, oh, wat is er? Er komt ook nog een heerlijke. Oh. Heerlijke. Ja? Er komt nog meer lekkers uit. Oh, er komt nog meer lekkers uit de chocolade. Nou, oké, nagaan. Hier. En ik denk bij mezelf alleen maar. Ja, maar dat zegt zij. Ik moet aan de lijn denken, of niet? Hè? Nou, ja. Ja? Nou, ik moet lijnen. Ja, ze moet lijnen, want ze is aan een enorm gevecht. Niet, ze moet niet wijnen, maar ze moet... Ik moet lijnen, zegt ze dan. Afvallen. Ze moet afvallen, ja. En dat is een enorm gevecht de laatste tijd. En dat wil niet zo verschrikkelijk lukken, toch, schat? Nee? Nee, gek hè, met jou? Ja, nee. Maar dat komt, ja. En daarom krijg ik dus op mijn lazen dan. Nou ja, vrienden, jullie begrijpen het al. Hier. Ja, maar ze gaat gewoon vrolijk door, hè? Ja, het is zo lekker. Ik weet niet, dat zullen jullie thuis ook wel hebben, toch? Ja, denk je dat? Maar ja, ik wil gewoon dat ze het gewoon lekker naar de zin heeft. Nou, dat heeft ze. Vrienden, Jut en Jul, die zwaaien af. En zij blijft gewoon... Hoeveel kilo ben je te zwaar dan, lieverd? Vertel even. 4. Oh, 4 keer, dus 4 kilo te zwaar. Dus onthoud dat nog eventjes. Jut is 4 kilo te zwaar. En... Gaat het lukken binnenkort? Vrees het niet. Als ze vreest het niet. Niet met dit soort toetjes in ieder geval. Nou, in ieder geval, daar was ik mee bezig. Jut en Jul zwaaien af. Jongens, tot de volgende keer. Dag.